Zou voor de derde opeenvolgende keer zijn dat HGC Mop uit de hoofdklasse houdt. Gisteren wonnen de Wassenaarse dames met 3-1. Dit is de beginfase van de wedstrijd. Slecht verdedigd aan de kant van Mop en dan is het heel snel 1-0 voor HGC. Doelpunt van Crystal Ferguson. Een lekker begin voor HGC. De fout in de verdediging natuurlijk bij Mop. Ploeg uit Vught heeft veel publiek meegenomen. En daardoor een lekker sfeertje op de Roggewoning. Daar de eerste kans voor de dames uit Vught. Die is daar voor Jolijn Donkers. Net voorlangs. Daar komt HGC goed weg. Goeie paas dit op Katie Glynn. Nog een keer Glynn. Op een voet. Strafcorner voor HGC. Schot gaat net naast. Van Nicky de Haas. Mop iets sterker dan HGC. Vooral via deze Jolijn Donkers. Mop moet natuurlijk ook, want zij moeten winnen. Er komt weer een grote kans aan voor Mop. Ja, zulke moeten erin. Kans van Aimé de Beaumont. Dan komt de ploeg uit Vught weer. Weer via de Beaumont. Zij kan net Donkers niet bereiken. Goed verdedigd natuurlijk ook. HGC, ze staan onder druk. We krijgen hier wel de tweede strafcorner van de wedstrijd. Variant dit keer. Redding van de keepster. En een nieuwe strafcorner. Op slag van rust. HGC krijgt er dan 4 op rij. Dit is die vierde met weer een variant en de 2-0. 2-0 via Kayla Sharland. Op een goed moment natuurlijk, zo vlak voor rust. En dan met een 2-0 voorsprong de rust ingaan. Het mag die zegen HGC eigenlijk niet meer ontglippen. In de tweede helft als Mop het blijft proberen. En hier een goede redding van de keepster van HGC. Van Bas de Batenburg. En ook nu gaat hij er niet in. En HGC weet dan dat het gaat winnen. Hier komt de ploeg nog één keer via Katie Glynn met een slotakkoord. 3-0 voor HGC. En HGC is ook volgend seizoen hoofdklasser. Goed afgemaakt door Katie Glynn. En zij weet het. Beatrice Derks. De keepster van Mop. HGC uit Mop voor het derde op één volgende jaar uit de hoofdklasse. Via een 3-1 zegen in Vught en een 3-0 thuiszegen in Wassenaar. HGC volgend seizoen weer in de hoofdklasse. Net als Klein Zwitserland en HDM.